Hoi allemaal, super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie zien sta ik buiten met mijn jas aan, want ik sta namelijk op het punt om naar de orthodontist te gaan. Want ik krijg namelijk een beugel. Ik heb hele scheve tanden, dus ik vind het eigenlijk wel heel erg fijn dat ik een beugel krijg. En ik ga dus vandaag naar mijn eerste afspraak en dan gaan ze gebitsfoto's maken. Dus als je me heel veel succes wil wensen, geef deze video dan alvast een dikke duim omhoog. En abonneer gelijk even op mijn kanaal hier onder deze video. En dan ga ik nu op weg naar de orthodontist. Tot zo! Ik ben nu bij de orthodontist, achter mij is het gebouw. En ik ga dus straks foto's gaan maken van mijn kaak, van mijn gebit. Ik heb van tevoren al even gevraagd of ik opnames mocht maken en dat mocht. Dus dat ga ik nu doen. Kom maar mee. We gaan nog één bloedverfoto maken, verder foto's van je gezicht, foto's van je tanden en we maken een scan van je gebit. Zo, gaat deze weer uit je oren. Dat is lekker, of niet? Ja. Ja. Nou, en dat ben je dan. Wow. Dus jullie zijn eigenlijk niet overdag, denk ik. Nee, dit ben ik. We gaan een foto van je gezicht maken, daarvoor mag jij op dat krukje komen zitten. Zo, dat is wel lekker. Doe deze je lippen even goed eroverheen. En dit is dat schilapparaat. Die komt zo meteen in jouw mond. Hij is een klein beetje warm, mag je wel even voelen. Dan weet je een beetje wat je gaat verwachten. Dan gaat hij op de vinger. Ja, mooi en het geluidje. Dat hij de hele tijd een beetje gaat doen. Ik ben dus net bij de ortho geweest en ze hebben dus met een 3D-scanner mijn gebit helemaal gescand. En daardoor krijg je allemaal kleine 3D-fotootjes. En die stoppen ze dan in een 3D-printer en dan print hij mijn gebit uit. En dan kunnen ze namelijk mijn beugel helemaal op maat maken en dat soort dingen, zodat hij helemaal perfect in mijn mond past. En ik krijg namelijk een hele aparte beugel, maar dat zien jullie later. Doeg, tot de volgende afspraak. Hoi, ik ben opnieuw bij de orthodontist zoals jullie zien. En vandaag is mijn tweede afspraak en vandaag gaan we mijn beugelplan bespreken. Welke beugels ik krijg, hoe lang het gaat duren enzovoort. Ik heb er ook wel zin in om te horen, want ik was heel erg benieuwd. Dus, let's go! Vorige keer hebben we foto's van je genomen. Ja. Vandaag zal ik al die foto's laten zien. Ja. En dan zal ik ook vertellen wat ik wil gaan doen. Oké. Ja? Zo. Wat een knappe pijn. Ja, maar dat staat niet helemaal recht. Het is heel eenvoudig om te zien dat er duidelijk te weinig ruimte is bij je boventanden. Dat er ook te weinig ruimte is voor je ondertanden. Goed. Als we deze foto bekijken, dan zie je je hoofd van opzij. Ja. Als ik puur kijk naar de binnenkant en naar de kaken en ik vergelijk de stand van de bovenkaak met de stand van de onderkaak, dan ligt die onderkaak een heel klein beetje naar achter ten opzichte van de bovenkaak. Ja. We beginnen met de kaak recht te krijgen. Dit heet een herfstscharnier. Dat is een beugel die vast zit op je bovenkiezen. Zit vast op je onderkiezen. En die boven- en onderbeugel die worden verbonden door die twee armpjes. Maar ik maak ze zo lang dat jij niet gewoon kunt dichtbijten, maar dat de onderkaak de hele tijd naar voren geduwd wordt. Dus, als je deze beugel krijgt en we hebben die armpjes erin gezet, dan kun je niet meer gewoon dichtbijten. Oké. Ja, jij zegt oké. Ik weet niet of het oké gaat voelen. Dit wordt moeilijk met eten. Ja. De meeste mensen kunnen na 1, 2 weken eigenlijk alles weer eten wat ze normaal ook eten. Dat is fijn. Goed. Als je deze beugel dan hebt en je bent eraan gewend, dan gaan we ongeveer 8 weken later deze beugel in de bovenkaak erbij plaatsen. Ja. Dus de blokjesbeugel komt er zo ongeveer na 8 weken in de bovenkaak bij. Als die beugel erin zit, dan gaan we die boventanden van jou mooi op rij zetten. Ja, dat is echt fijn. Dag. Dankjewel en tot volgende week. Tot volgende week. Dag. Tot ziens. Ik ben dus net bij de ortho geweest en het was heel spannend, want hij heeft me alle beugels die ik krijg laten zien. Het zijn er in totaal waarschijnlijk 3. Eerst dacht ik er 2, maar nu blijkt dus ook nog een nachtbeugel na 2 beugels te moeten. Misschien moet er ook kiezen getrokken worden. Dat vind ik niet zo heel erg, maar alsnog is het best wel spannend. Ik loop nu weer terug naar de auto. En nou, mijn eerste indruk is, ik heb er best wel veel zin in, maar toch vind ik het heel erg spannend. Maar bij de volgende afspraak zien jullie me dus weer als de beugel erin wordt gezet.
Tot de volgende afspraak. Doeg! Hoi, vandaag is mijn derde afspraak bij de ortho. Ik vind het heel erg spannend, wel een beetje leuk spannend. Want vandaag wordt mijn herfstbeugel dan eigenlijk gezet. En ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat voelen, want ik heb nu gewoon geen dingen in mijn mond of zo. Waarschijnlijk heb ik straks, voel ik echt die beugel zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd. En nu neem ik jullie weer mee. Ik ben ook heel erg benieuwd of het pijn gaat doen of niet. Of ik al wat kan eten. Of dat ik alleen maar soep en zachte dingen kan eten. Want ik denk het wel in het begin, maar ja. Dat gaan we straks zien. Dus tot zo. Ja, ik ben nu bij de ortho. Ik ben heel erg benieuwd. Daar gaat hij. Ja, de vorige keer hebben we ook die scan gemaakt. Die hebben we ook die is uitgeprint. Dit is er opgemaakt. Dit ga ik straks ook eerst bij jou passen. Deze kant ziet er mooi. Dat is die, ja. Dit is gebeurd. Gaan we aan de bovenkant ook nog even passen. Zo, het was eruit. Moet je dan straks ook nog weer naar school met de beugel of ja, ga je morgen nee. Introduceren? Nee, ik ga straks wel weer naar school en iedereen is zo van, succes hoe? Ja. Hey, ik moest mijn werk in zoek snappers en ook een beetje in boeken, maar snappers zijn kleine snappertjes. En moest ik dus even weg eigenlijk, ging mijn spulletjes opruimen. En er zit dus een meisje, vriendinnetje van mij, zij is van, boos. En toen liep ik zo weg. Ja. En daarna nog, succes. En dat zullen we misschien ook wel spannend vinden, zo van, oh, straks moeten wij dat ook ooit nog. Ja. Zo. Komt er hier nog eentje. Ja, dan zet ik hem erop en dan hou ik hem zo meteen even goed aangeduwd, zodat hij ook goed op die plek hard wordt. Wow. Het is heel raar met slikken. Het gaat nog wel, maar het is wel anders dan normaal. Er loopt een draadje over mijn gehele. En hier, kijk, ha. Dus het is wel een anders, maar op zich, het lukt wel met praten. Vooral als ik zo een beetje doe, maar het lukt wel. De eerste is deze. Nou, waarschijnlijk de volgende keer als je komt, dan komen er aan de bovenkant blokjes bij. Nou, dat heb je ongeveer een jaar, die combinatie. Dan gaat de schenierbeugel eruit. Ja. En dan krijg je dus aan de onderkant helemaal blokjes. En op die kiezen waar dus nu die beugel op zit. Die gaan er ook af, komen daar ook blokjes op. Okay. Maar eerst maar eens dit, of niet? Ja, eerst maar eens dit. Eerst even kwellen. Even kwellen, ja. Dat is wel fijn, dat het niet meteen poes is. Anders was het al heel heftig. Ja. Nou, maar ik denk dat het voornamelijk met je voortanden bij te horen te komen met tijd. Wow. Nou, die had je niet willen wissen, toch? Dat is een heel gevaarlijk. Ja. Hey, krabben. Hallo. Kun je nog een beetje praten? Ja hoor. Ja. Nou, die is er lekker in geplakt. Hè? Hij is dicht. En dan wil ik je over 8 weken terugzien. En dan gaan we boven met de blokje. Ja? Ja. Veel sterkte. Dank je wel. Nou, dank je wel. Kom maar. Ja? Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank je wel. Nou jongens, mijn beugel zit erin. Ik weet niet of jullie me nog kunnen verstaan. Ik hoop het wel. Maar hij ziet er ineens zo uit. En zo. Heel leuk een draadje. En hier. En het voelt best wel gek. Ik denk dat ik er wel aan ga wennen. Maar vond je deze video nou leuk? Om te zien hoe ik een beugel kreeg, geef deze video dan een dikke duim omhoog. Abonneer gelijk even op mijn kanaal om deze video. En zeg ik bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg! Ho, ho! Wacht even, nog iets zeggen? Ik ben nog niet klaar. Het is inmiddels al 2 weken verder. Ik kan al heel goed praten, vind ik zelf, met de beugel. Je hoort het waarschijnlijk nog wel dat ik een beugel heb. Maar ja, dat is natuurlijk altijd zo. Maar dat is goed ook dat ik goed kan praten, want ik heb een hele leuke mededeling voor jullie. Want ik heb een eigen webshop. En op die webshop kan je mijn boek DIY met Bibi bestellen. Je kan hem zonder handtekening bestellen. En je kan hem met handtekening bestellen. Dus zoek je nog een verjaardagscadeau, een kerstcadeau, een Sinterklaascadeau? Dan is dit boek voor jou. Er zijn een heleboel leuke DIY's, bakrecepten, snijfjes, recepten, challenges.
je. Dus dit is echt een boek voor jou. En dan ben ik nu echt aan het einde van de video gekomen. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!